Hoi en welkom bij weer een nieuwe What I Read video, deze keer voor de maand augustus. Maar voordat we natuurlijk beginnen met praten over de daadwerkelijke boeken die ik heb gelezen, gaan we eerst even een simpele titelpagina maken. Usual, ik hou het echt lekker simpel in de zin van ik gebruik weer mijn trusty old theepapier, een leuk stukje decorpapier en dan mijn geletterpunste augustus en losse sticker met een boek. Ik weet niet, ik kan het allemaal extravagant maken en dergelijke, maar dit werkt. Ik vind op zich de stijl wel leuk, dus ja, waarom moet ik doen als het niet per se hoeft? Ik moet zeggen, het zijn redelijk wat boeken geweest deze maand. Het heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat ik mijn vakantie heb gehad en daardoor veel heb kunnen lezen. En ja, ik ben op zich wel tevreden met mijn aantal van deze maand. Had het meer gekund? Altijd. Maar soms moet je die moeilijke keuze maken met ga ik nog een boek lezen of ga ik de series kijken waarmee ik heel erg achterlig? En ik heb heel af en toe ook echt voor de series kijken waarmee ik achterlig gekozen. Dus ja, ik weet zeker dat het er meer hadden kunnen zijn. Maar desalniettemin ben ik redelijk blij met het aantal waar ik op geëindigd ben. Vooral ook met het feit dat ik redelijk wat boeken heb gepakt uit mijn boekenkast. Ook boeken die er al redelijk lange tijd stonden. Dus dat is altijd fijn. En er zitten ook nog wel wat nieuwe boeken bij die echt letterlijk afgelopen maand pas uit zijn gekomen. So, ja, yeah, let's get started. Het eerste boek waar we het over gaan hebben is Such Charming Liars van Karen McManus. En Karen McManus is vooral bekend van de One of Us is Lying book serie. Ik heb alle boeken van haar inmiddels gelezen. En deze kwam deze maand uit, of afgelopen maand uit. Waardoor ik deze gelijk eigenlijk ben gaan lezen, want ik was gewoon heel benieuwd. Ja, op zich wel een goed boek. Was het een van de beste series die ze heeft geschreven? Nee, dat absoluut niet. Maar ja, ik vind hem op zich wel leuk. Het valt onder young adult / mystery thrillers. Ik moet zeggen, volgens mij doet ze alleen maar mystery thrillers schrijven. Ik kan me niet herinneren dat ze een ander soort boek ooit heeft geschreven. Tenminste niet onder deze pennaam. En al met al geef ik deze 3,5 ster. Het gaat in ieder geval eigenlijk over een jongen en een meisje die elkaar weer terug tegenkomen na een mislukt huwelijk van hun ouders, maar alle twee die ouders zijn niet het allerbeste, zijn enigszins con mens en opeens komen ze samen op dezelfde plek terecht. En daar begint het eigenlijk een beetje mee. Ik moet zeggen dat het sowieso, met elk boek is het wel zo van haar, ik weet nooit wat er gaat gebeuren, ik weet nooit echt wie het gaat zijn en dat heb ik bij dit boek ook. Dus op zich wel een aanrader als je daar een beetje van houdt van mysteries. Over mysteries gesproken, Murder in the Family van Kara Hunter valt daar ook onder. Dit is een mystery thriller / crime. Ik geef deze 3,5 ster. Het boek zelf is heel erg gaaf opgezet, vind ik zelf. Het concept wat de schrijver eigenlijk meegeven is, heb jij het eerder door wie de schuldige is van de moord dan de mensen die daadwerkelijk het aan het onderzoeken zijn. Het gaat over een team dat door middel van een documentaire erachter probeert te komen wie de stiefvader heeft vermoord van de producer. En je krijgt krantartikelen te zien, je krijgt interviews te zien. Je leest gewoon hoe en wat er specifiek qua set, omdat het natuurlijk gefilmd wordt, wat er op de set gebeurt, wie er bij aanwezig zijn. Al met al erg interessant. Ja, 3,5 jaar jongens. Op zich wel, ik vond hem op zich wel een aanrader. Ik had wel degene van wie ik vooraf al dacht naar de eerste twee hoofdstukken wie het zou zijn, had ik goed. Dus ik ben benieuwd of jullie dat ook hebben als jullie het boek lezen, of dat ik gewoon al snel zoiets dacht van dit zal hem wel zijn. Ook dit boek is afgelopen maand uitgekomen, namelijk Apprentice to the Villain. Dit is deel 2 in de Assistant to the Villain series. Dit valt onder fantasy / romantasy. En ja, heel eerlijk, het is een boek waar ik heel lang op zat te wachten. Ik vond Assistant to the Villain al hilarisch met hoe het geschreven was en de tropes die erin zaten met de sunshine character en de villain. En
ik heb gewoon net zo genoten van dit boek als dat ik van deel 1 heb gedaan. Ik geef dus hem ook 4,5 ster. Ik vond hem echt hartstikke leuk. Ik heb deze boekenserie ook aangeraden. Een vriendin van mij. Tot op heden is ze nog steeds niet begonnen aan deel 1. Dus ik ben echt benieuwd wat zij ervan gaat vinden. Want ja, ik hou er wel van. Het is een goede mix van fairy tales meets fantasy meets romantasy. Kind of loving it. Does It Hurt van H.D. Carlton. H.D. Carlton kennen we natuurlijk voornamelijk van Hunting en Haunting Adeline. En ik moet zeggen dat dit boek echt totaal niet op mijn radar zat. De enige reden dat het opeens op mijn radar kwam was door het feit dat ik zag dat deze vertaald werd naar het Nederlands. Waardoor ik er zelf van, oh ja, tuurlijk. Natuurlijk heeft die persoon meerdere boeken geschreven. En ik ben toen eigenlijk deze erbij gaan pakken omdat er op zich wel goede reviews over waren. Dit is een dark romance / thriller. Hij zit wat dat betreft op zich wel oké in elkaar. Maar ik vond het niet het meest fantastische boek. Dus daarom maar 3 sterren. Het komt er in ieder geval op neer dat de twee hoofdkarakters vast komen te zitten op een soort onbewoond eiland waar nog wel iemand woont. En dan gebeurt er van alles. This Blood That Binds Us van S.L. Corey, als ik het goed uitspreek. Dit is een fantasy / vampire / young adult boek. En heel eerlijk, ik kwam deze tegen. Allereerst vond ik de vibes met al het roze. Het sprak me meteen aan. Het hart op het midden. En toen zag ik dat dit eens te maken had met vampieren. En ik dacht van, weet je wat? Laten we mijn jeugdige Twilight jaren herleven. En kijken of dit nog steeds een beetje een hype is. Net zoals het vroeger was. Ik geef dus uiteindelijk 3 sterren. Ik vond het op zich wel goed in elkaar zitten. Op zich wel interessant. Ik ben op zich ook wel benieuwd hoe die verder gaat. Maar het is ook niet zo dat het een boekserie is waar ik gelijk in door wil lezen. Ik heb deel 2 wel al klaar liggen. Maar ik ben er niet echt heel ver in gekomen. Het komt er in ieder geval op neer. De vrouwelijke hoofdkarakter gaat kamperen en wordt dan gebeten door een vampier. Natuurlijk de mannelijke hoofdkarakter. En die komt ze daarna tegen op de campus. En daar begint het verhaal eigenlijk een beetje. Across the Line van Simone Soltani. Dit is een sportsromance / nieuw adult boek. En deze zat in mijn afterlight box een paar maanden terug. En I loved it. 4 sterren. Sowieso, ik hou al van dit soort romance boeken. Het is de beste vriend van haar broer. En zij zelf, zeg maar. Hij is een Formule 1 coureur. Wauw, jongens, spraakgebrek vandaag. En basically, zijn image is een beetje naar de Filistijnen. En zij is een marketingpersoon. Zij wordt ingehuurd door hem en daar start het verhaal eigenlijk. Het is sowieso heel interessant op zich. Gewoon puur hoe dat geschreven is, om te zien hoe hun vriendschap zich uitbreidt. En ik moet zeggen dat het op zich wel ook leuk is om te zien hoe het in Formule 1 wereldje eigenlijk een beetje gaat. En het geeft wel heel erg echte Formule 1 wereld vibe, zeg maar. Ook de coureurs onderling. Dus dat is wel lachen. One Last Shot van Betty Coyote. Ook een afterlight boek. En ja. 3,5 sterren, jongens. Dit is een contemporary romance chick lit. Heel erg leuk. Zij is een supermodel. Hij is een fotograaf. En ze kennen elkaar van vroeger, van school. En ze zijn elkaar eigenlijk uit oog verloren. Totdat ze alle twee een melding krijgen in een agenda. Met als ze nog zoveel jaar zijn dat ze dan samen zouden trouwen. En daardoor doet zij het een en ander in gang zetten. Om ervoor te zorgen dat zij een fotoshoot heeft met hem als fotograaf. En daar begint het verhaal eigenlijk. Het speelt zich af in Italië was het volgens mij zo uit mijn hoofd. Ja, met gelato en dergelijke. Het is gewoon heel erg cutesy. Het was het perfecte boek voor de zomervakantie. Dat sowieso op zich wel aanrader. Technically Yours van Denise Williams. Dit is een romance / chick lit. 3 sterren. Op zich wel oké. Het is een beetje je basic romance boek. Heel simpel gezegd. Ja, hij werkte eerst samen voor hetzelfde bedrijf. Zij gaat weg, zij wil niet blijven. Hij is er eigenlijk door hartgebroken.
zij is sowieso niet helemaal oké. En opeens werken ze toch weer samen aan iets, op iets anders, bij iets anders. En daar begint het verhaal eigenlijk een beetje... Ik zeg wel, het is een beetje typisch. Het gaf me heel erg Ellie Hazelwood vibes met de stemserie. Op zich oké. Dat ik die had gelezen, had ik ook de volgende drie boeken gelezen. Namelijk The Love Collection. No, The Love Connection, The Mist Connection en The Swedish Connection. Dit zijn allemaal romance novella's. En al deze verhalen spelen zich af of beginnen zich in ieder geval te ontplooien op het vliegveld. Het eerste gaat over een zakenman die altijd veel doet reizen. En iemand die een... hondentrimsalon heeft op het vliegveld. Ik weet het, klinkt apart. De tweede gaat over twee mensen die elkaar leren kennen tijdens nieuwjaar. Een fantastische kus eigenlijk met elkaar delen. En een tijdje later komen ze achter dat ze opeens samenwerken op de universiteit. En de laatste is over twee beste vrienden. En die vinden een briefje waarin iemand zijn liefdesverklaring maakt naar iemand anders. En dat ze proberen uit te zoeken wie dat was. En natuurlijk ontbloeit er ook iets tussen die twee. Het is een... Bij het derde boek, ik vond hem heel erg leuk. Omdat deze een hele tijd een back and forth was met present day en voorheen. Dus toen ze echt vrienden waren, zeg maar, op school. Voordat ze dus in het werkleven terechtkwamen. Al met al, op zich heel erg leuk. Het zijn korte boekjes. Het leest lekker rap. Allemaal 3 sterren. Dikke aanrader. En ook sowieso aanrader om op je lijst te zetten voor eventueel aan het einde van het jaar. Als je toch nog je reading goal wil halen. Juist omdat dit novella's zijn. Jennifer Lynn Barnes staat vooral bekend om de Hawthorne, de erfenis en allemaal dat soort dingen. Deze serie daarentegen is ook wel echt een aanrader van. Dit is de Naturals serie waar we dus hebben The Naturals, Killer Instinct, All In en Bad Blood. Dit zijn allemaal young adult crime mystery thrillers. En basically dit zijn young adult boeken die enigszins inspired zijn op Criminal Minds. Het gaat over tieners die allemaal natuurlijke gaven hebben als het gaat... waarmee je mensen kunt identificeren, kunt helpen. Binnen law enforcement, in dit geval bij de FBI. De ene is een natuurlijke profiler, de andere kan precies zien of iemand wel of niet doet liegen. Iemand die weet elk feitje wat je maar kunt bedenken. En dan heb je ook nog eentje die precies aan jou kan zien hoe jij je eigen voelt binnen het gesprek of wat dan ook. En echt, deze serie, ik heb deze echt verslonden. Ik ben sowieso, als je me langer volgt, ik ben sowieso een mystery thriller persoon. En ik had deze ook echt al enige lange tijd op mijn lijst staan dat ik deze wou lezen. En toen kwam ik deze opeens weer tegen tijdens het boekshop in Amsterdam. Ik dacht van ja, het is echt tijd dat ik deze onderhand eens ga lezen. En dit was geen disappointment. Dit was absoluut geen disappointment. Deel 1, 2 en 3 allemaal 4 sterren. Deel 4, 3,5. En dat was puur... Ik vond het einde van de serie gewoon een beetje tegenvallen. Ook wel, het is niet echt een einde. Er is ook inmiddels een boek 4,5. Maar ik had er gewoon meer van verwacht. Waardoor hij dus iets tegenviel. Daardoor had hij misschien hoger kunnen eindigen. Maar daar maar 3,5. Maar echt dikke aanraden, jongens. Ik had het echt niet verwacht van deze auteur. Dat ze dit soort boeken deed schrijven. Hoewel ik vorige maand zei dat ik dacht dat ik eindelijk helemaal bij was, is er schijnbaar in augustus een nieuw boek uitgekomen van deze serie. Namelijk Dark Restraint, dus van Katie Robert. Dus zit ik van de week nog op te scheppen dat ik eindelijk bij ben met de boeken. Had ik het dus echt letterlijk een paar dagen later alweer goed mis. Want was deze uitgekomen. Dit is een nieuwe adult romance. Dus in de Griekse mythologie. Deze was niet echt een van de hoofdkarakters. Natuurlijk, het groot verhaal gaat wel verder zoals in andere boeken. Maar het was niet het beste, daarom ook echt maar 3 sterren. Ik vond deze karakters gewoon niet zo interessant, heel simpel gezegd.
De volgende drie boeken op deze pagina gaan we even snel doorheen. Allereerst is Lang leve de keizer van Britt Swijnenberg. Dan hebben we De eeuwige nacht van Lisette Kuyt. En als laatste Het spiegelcircus. Deze is van Suzanne Martin. En waarom we hier snel doorheen gaan is het feit dat ik deze eigenlijk allemaal drie keer niks vond. Lang leve de keizer en De eeuwige nacht allebei 2,5 sterren. Maar Spiegelcircus echt 2 sterren. Misschien is dat nog wel 1. Alhoewel ik dat altijd eigenlijk heel zielig vind om 1 ster te geven. Al deze boeken vallen in de fantasy / young adult realm. En de enige reden dat ik deze boeken heb is om het feit dat deze toentertijd in diverse So Many Pages boekenboxen hebben gezeten. En de reden dat deze ook al heel lang op mijn boekenplank stonden en al die tijd niet gelezen waren, was puur eigenlijk al omdat ik al wist dat ik deze boeken niks ging vinden. En dat klinkt heel erg. Maar om een of andere reden, als ik echt kijk naar boeken die echt daadwerkelijk geschreven zijn door Nederlandse auteurs, vind ik deze bijna altijd tegenvallen. Lang leve de keizer vond ik enigszins wel goed in elkaar zitten. Die was op zich wel interessant. De eeuwige nacht daarentegen, daar begon het al extreem af te zwakken en leek iets te veel te gebeuren wat totaal niet doordacht was. En Het spiegelcircus, dat was een hele grote rotzooi bij elkaar. Het lijkt wel of ze hier te veel dingen probeerden te doen. Ik heb de boeken niet gelezen, maar toen dit boek dus in de boekenbox zat, zei iedereen gelijk van, oh, het is Caraval inspired, denk ik, en zo allemaal. En dat zal misschien ook echt wel zo zijn. Maar ik vond hem echt gewoon drie keer niks. Ik vond de schrijfstijl niks. Ik vond het verhaal niks. Op sommige momenten probeerden ze iets meer uit te leggen, maar sommige dingen waren weer heel langdradig. Andere momenten werd er juist weer te weinig toelichting gegeven. Geen aanraders, alle drie niet. Just for the Summer van Abby Jimenez. Deze vond ik dan wel heel erg leuk. 4 sterren daarom. Dit is een romance / chicklit. En heel simpel gezegd, het verhaal begint met het feit dat de mannelijke hoofdkarakter het elke keer voor elkaar krijgt dat zodra hij een relatie heeft, dit eigenlijk niks is en het direct uitgaat en die persoon daarna direct zijn soulmate vindt, als het ware, en op korte termijn gaat trouwen. De vrouwelijke hoofdkarakter heeft eigenlijk praktisch hetzelfde en zij komt zijn Reddit story tegen waardoor ze beginnen te praten, waardoor ze denken, misschien omdat we dit al 2 hebben, kunnen we elkaar enigszins outcancelen. En ja, ik denk dat de titel wel enigszins aangeeft waarom. Ze geven toe en ze zeggen altijd, laat het uitproberen voor een zomer. En daar begint het verhaal. Ik vond deze echt heel erg leuk. Het is niet alleen echt daadwerkelijke romance. Er zit ook echt wel wat meer backstory achter wat het interessant houdt. Dikke aanrader. My Plain Jane van Cynthia Hand en Brody Ashton en Jodie Meadows. Heel veel titels. Dit is deel 2 uit de Jane-serie. Het eerste boek heb ik vorige maand gelezen en daar was ik eigenlijk niet zo heel erg over te spreken. Maar de reviews van deze boeken waren enigszins wel oké en goed. Dus ik dacht van, laten we het toch maar gewoon doorzetten en ook deel 2 lezen. Deel 2 is een historical fiction weer, young adult, en dit is meer paranormal. Dit gaat over Jane Eyre, die in dit geval I See Dead People doet. En ja, ik vond deze op zich wel interessant in elkaar zitten. Er gebeurt van alles natuurlijk. Het is niet accuraat met hoe het daadwerkelijk is gegaan of hoe het oorspronkelijke verhaal verteld wordt. Maar het was wel interessant om te lezen. Totaal aantal minuten 0 deze maand. Totaal aantal pagina's 6.932. Op zich wel netjes. Een beetje dezelfde nummers als vorige maand. Gaan we door naar de standaardpagina's. Allereerst daily reading. Natuurlijk, we deze allemaal weer doen. Het was wel wat moeilijker deze maand. Natuurlijk tijdens de vakantieperiode niet. Maar toen we weer eenmaal terug aan de gang waren, was het wel weer moeilijk om elke dag gewoon te lezen. Maar het is me gelukkig wel gelukt. Gaan we door naar A tot Z. Gelukkig kunnen we er wel eentje invullen. Namelijk de I bij de J. Just for the Summer. En dat houdt in dat in ieder geval A tot en met P compleet ingevuld is. Er zijn er nog wel een paar letters die openstaan, maar enigszins gaat het goed, gelukkig. Ik ga het eventjes hebben over de statistics van deze maand. Dus allereerst zijn het 21 boeken die ik heb gelezen, waarvan 9 echte boeken,
12 e-books, 0 audiobooks, 0 van de Beep, 9 van mezelf en 0 rereads. Op zich netjes, toch? Ik kreeg geen luisterboeken. Good Choice Awards, ja, er staan er nog een paar open en ik heb er geen enkele gelezen. Ik weet het heel erg slecht, want dit kan zorgen dat de taak fout gaat. Ja. Het beste boek deze maand, ik denk dat het op zich wel duidelijk was, Apprentice of the Villain. Laat eerlijk zijn, ik was hier echt over aan het raven. Ja, gaan we door naar even iets anders. Omdat ik natuurlijk het een en ander achterloop met boeken, had ik eventjes wat post-its voor mezelf bijgepakt. En ben ik het een beetje gaan uitverdelen. Ik heb natuurlijk boeken van de Goodreads Awards. Ik heb nog wat letters die ik moet doen. Dus ik heb eigenlijk degene die ik nog moet van Goodreads moet lezen, eentje voor elke maand neergezet. En daarna ben ik nog gewoon gaan kijken naar boeken die in de letters passen. Ik moet wel zeggen dat ik hier sowieso eentje bij heb geschreven waar ik later achter mee kom dat die niet gaat worden. Maar daar moet ik iets anders voor vinden, maar dat komt daar maar niet uit. Voor september wil ik Hellbent toch echt gaan lezen. Maar dit is deel 2 in de serie, dus dat ik eerst Ninth House moet gaan lezen. Queen of Roses heb ik al een tijdje op mijn want-to-read staan, dus die is perfect voor de Q. Voor oktober Holly en dan voor de Z, Zoon van de Witte Magnolia's. Dit is ook een deel 2, dus dat betekent ook dat Dochter van de Scharlaken Rose als eerste moet lezen. Voor november Being Henry de Font en Onder Log en Key. Ja, dat is mijn fout, die komt dus schijnbaar pas in december uit. Dus misschien dat ik dat moet omwisselen dadelijk nog, maar dat maakt niet uit, dat zien we vanzelf wel. En als laatste voor december The Wager of Shipwreck en nog wat andere woorden die erbij zijn. Dus er veel te lange titel die je waarschijnlijk niet gaat worden. En ik heb een boek gevonden voor de X, namelijk XOXO, eigenlijk hetzelfde als vorig jaar, alleen dan van andere auteur, namelijk van Deborah Bludden. We zullen zien of dat iets is, ja dan nee. En als ik me hier een beetje aan kan houden, komt het uiteindelijk goed met alles. Laat ik jullie nog even de spread helemaal klaar zien. Allereerst de titelpagina en daarna alle boeken die ik dus heb gelezen deze maand. Ik ben op zich wel tevreden, ja. Ik ben op zich wel tevreden. Ik heb weer wat leuke boeken gelezen. We hebben flink wat cijfers gehaald. We lopen enigszins voor op mijn reading challenge om 200 boeken te lezen voor het einde van het jaar. Dus ik heb goede hoop so far. Dat was het niet weer voor deze video. Hopelijk vond je video leuk. Als je hem leuk vond, vergeet dan vooral niet een duimpje omhoog te geven. En wie ziet video's vaker zien, vooral abonneren op mijn kanaal. Hoop tot de volgende keer weer. Doei!